De grasmat. Ja, weet je wat is met gras? Dan moet je gewoon niks bijhouden. Dus dan moet je gewoon lekker knippen. Gras knippen, maaien. Gras moet je maaien, moet je knippen. Als je gras gaat knippen, ja, dan ben je een half jaar bezig, denk ik. Nee, dan moet je maaien. Als je dat niet doet, ja, dan zijn de rapen gaan natuurlijk, weet je wel. Dat is geen doel. En zeker met één hand, dat zijn helemaal kut. Weet je, dan loop je maar een beetje hetzelfde weg te maaien. Het beste is om gewoon jezelf niet te filmen als je het gras maakt. Maar goed, niks is perfect, weet je wel. En ik wil je toch graag meenemen in de wereld van mijn grasmat. Dus ja, dan moet je keuzes maken, weet je wel. Dan moet je knopen doorhakken. Of dat is niet, ja, geen knopen doorhakken. Ja, je moet wel knopen doorhakken, maar geen gras knopen. Ik ben lang blij dat ik geen tuin van 4 hectare heb, want het is niet echt een klusje waarvan ik denk van goh, nou dat ga ik vaker doen. Want ik moet het wel vaker doen, want het is de eerste keer eigenlijk. Ik heb eigenlijk nog nooit het gras gemaaid hier. Ik heb wel eens het gras gemaaid, maar niet hier. Dat je niet denkt van die gozer loopt dag in dag uit gras te maaien ofzo. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ik heb er betere dingen te doen in mijn leven. Maar goed, jezus, dit is een moment. Dit is toch wel even een dingetje hoor. Oh, ga ik er hierheen? Dus ja. Weet je, ik draaide mijn hand niet voor om. Oh, ga je dat? Ik draai mijn hand er niet voor om, maar ja. Zoals ik al zei, er zijn veel leukere dingen die je kan doen. Maar in principe is dit ook niet erg. Ik bedoel, ik ben gewoon lekker gras aan maken. En in principe moet ik het gewoon weten. En jullie ook. En nou, kijk eens. Moet je eens even kijken. Dat gaat lekker, hè? Dus hij doet het goed. Hoe heet je eigenlijk? Power Plus heet hij. Hallo, Power Plus. Nou jongens, ik ga even verder. Althans, jullie mogen... Ja joh. Maar het is geen leuk. Ik neem jullie gewoon even lekker mee. Ik bedoel, hebben jullie dat ook eens gezien? Ik wilde eigenlijk ophouden met filmen, maar ik dacht nee, ik doe het toch niet. Ik ga gewoon vrolijk verder. En dan zien we het wel. Misschien, ja, misschien gebeurt er wel iets. Dus je denkt van wow, dat was heftig. Maar misschien gebeurt er ook helemaal niks. Dat kan ook. Dat kan allemaal. Ik bedoel, het universum dat draait wel. Wow. En ja, het is dus heel moeilijk. Kijk, bij die randjes hier. Dat is heel moeilijk. Want je wil dus niet... Je wil dus niet dat je grasmaaier naar de tering gaat als je een steen raakt of zo. Maar je wil ook niet die lange spieten. Aan de rand van het gras, van ja, dan loop je voor jou een kutje doen. Sowieso heb ik wel een beetje het idee dat ik het voor jou een kut loop te doen, want nog 2 maanden is herfst en dan, ja, dan hoeft het allemaal niet meer. Dus ja, waar ben je dan mee bezig? Weet je wel, maar goed. Het houdt je van de straat. Het houdt je van de straat, maar het houdt je niet van de grasmat. Die grasmat, die weet wat. Hier in huis de Vincent. Nou, voor dat laatste stukje moet ik toch even. Ja. Zo kut dat ik jullie bij het laatste stukje nou niet echt. Ja. Weet je wat? Een hele fijne hallo allemaal. Ik laat het resultaat zo even zien. Hallo. En. Ja, het resultaat. Oh, sorry. Kijk, zie je? Het resultaat. Althans. Het mag geen naam hebben. Het heeft ook geen naam. Jawel, we noemen het de grasmat. Maar ja, voor hetzelfde geld hadden we het chocola genoemd natuurlijk. Ik bedoel,
Dat slaat allemaal nergens op. Maar goed, het heet nu hier in deze dimensie heet het grasmat. En ja, ik moet wel zeggen dat ik... Het is toch wel iets om trots op te zijn, denk ik. Of niet? Vind jij misschien van niet? Ik bedoel, ik heb toch zeker 10 minuten flink mijn best gedaan. En weet je wat het ook is? Ik zeg dat nou allemaal. Ik weet het verder ook niet. Nou, een hele fijne hallo allemaal. Een hele waar je wel altijd op moet letten als je het gras gaat maaien. Als je het gras gaat maaien. Als je überhaupt gras hebt. Want anders hoef je niet te maaien ook. Nee, als je dan het gras gaat maaien, moet je wel heel goed opletten wat je aan het doen bent. Dat er niet ineens dieren in zitten of zo, weet je wel. Dat er in één keer een tijger in zit. Die hebben er dus helemaal geen zin in om gemaaid te worden. Ja, dan ben je een stuk verder van huis. Althans, ja, je bent wel thuis, maar weet je bent een tijger die in je kop loopt te buiten. Nou, daar heb je ook echt geen zin. Of buurtkinderen, weet je wel. Dat je in één keer een buurtkind het leven uitmaait. Nou, ga dat maar eens uitleggen. Sowieso, wat doet hij in je tuin, weet je wel? Dus dan ga je eerst boos aanbellen van, ja, je kind zat in mijn tuin. Oh, en ik moet je nog wat vertellen trouwens ook, weet je? Maar goed. Dus daar moet je gewoon op letten en rekening mee houden. Dus altijd eerst even goed kijken van, wat ga ik doen? Waar ben ik mee bezig? En dan komt het denk ik allemaal goed. Dan heb je in principe gewoon zo'n mooie mat als dat ik hier heb liggen. Blijf liggen, hè? Hallo. Dus voor de derde keer hele fijne hallo en een hele fijne hallo.